Joël Zwarts, gefeliciteerd met deze overwinning op MVV. Wat ik mooi vond vandaag aan jou was dat je, ondanks of het nou 0-0 was of 3-0 stond, je bleef maar gaan. Ja, bedankt. Ja, de wedstrijd is pas klaar na 90 minuten. Of 90 minuten met extra tijd. Dus dan blijf je gewoon gas geven. En dat deed je ook, hè? Want af en toe, ik zei zelfs nog tijdens het verslag op de radio, volgens mij ben je op de brommer. Ja, nee, vandaag was ik wel op de brommer. Ik kreeg goede ballen die ik lekker in de diepte kon gooien en er aan kon gaan. Dus ja, het was wel aardig. Goede teamprestatie ook. Wat mooi was, hè, bij die eerste goal die jullie maakten, dat begon met een corner van MVV. De omschakeling kreeg een geweldige bal mee van Omarsson. En toen, wat gebeurde er verder? Ik tik de bal langs mijn tegenstander. Het begint te versnellen langs de zijlijn. Klein tikje naar binnen. Omarsson die loopt in de rug van de verdediger. Die geef ik mee en hij schiet hem diagonaal in. Wat ook wel mooi is, daarna was het eenzelfde soort actie. En toen dacht je van, ja, die Omarsson heeft er al in. Ik wil er ook nog wel eentje maken. Toen ging je wel voor eigen succes, hè? Ja, ik wil ook weer aan mijn statistieken werken, weet je. Nee, maar voor mij is het gewoon, op dat moment zie ik Omarsson diep gaan. En de verdediging gaat mee, want ze denken, hey, de eerste keer ben ik ook al verrast. Ja, en dan ga ik binnendoor. En dan verras ik ze ook. Helaas schoot ik net langs de paal. Maar ja, dat er ook in kunnen gaan. Ja, je was gretig, hè, voor de goal. Je wilde hem echt zelf ook nog maken. Ja, zeker. Ik ben hard aan het werken om mijn statistieken toch weer omhoog te krijgen. Om het seizoen goed te eindigen, om het zo te zeggen. En ook goed met het team bezig, teamprestaties neerzetten. Want we hebben gewoon een goede reeks weer nodig, goede punten nog om weer omhoog te kunnen kijken. Ja, in hoeverre zijn jullie ook al bezig? Hè? Want vandaag begon de vierde periode. Je begint gelijk goed met een 3-0 overwinning. In hoeverre zijn jullie daar nog mee bezig? Nou, we zijn eigenlijk meer bezig om wedstrijd per wedstrijd te kijken. Om onze play-offs veilig te stellen. En vanuit daar kunnen we altijd verder kijken. Maar nu is het zaak om eerst die play-offs veilig te stellen. Daar wordt wel over gesproken, neem ik aan, binnen de ploegen. Want dit is denk ik de laatste kans om nog iets van dit seizoen te maken. Ja, zeker. Ja, als je gewoon naar de ranglijst kijkt, zie je gewoon hoe we ervoor staan. Wat we aan het begin van het seizoen en nu ook hebben laten liggen. Ja, dat moeten we gewoon omdraaien. Dat moeten we gewoon een reeks neerzetten, punten pakken en play-offs veilig stellen. Wat wel fijn is dan, hè, als je ook in de wedstrijd vandaag, het was nou, op zijn zachtst gezegd geen geweldige wedstrijd. Als je die wel gewoon met 3-0 wint, dan doe je gewoon ook goede zaken. Hè? Want geweldig was het niet vandaag. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik ook een beetje zoekende was. Bij vlagen kwamen we er aardig uit. Hadden we een goede combinatie op het middenveld, zijkanten. Ja, uiteindelijk 3-0 overwinning is top. Je pakt weer 3 punten. Je concurrent verliest. Dus top. Je zegt ook, ik ben ook bezig om te werken aan mijn eigen statistiek. Hè? Maar waarom is dat precies? Waarom is dat nu belangrijk voor je? Nou, voor mij is het gewoon belangrijk om iets goeds neer te zetten, zodat ik volgend seizoen, waar ik ook mag spelen of hier blijf, wegga of wat dan ook, dat het voor mij ook persoonlijk gewoon goed is. Dat ik zo'n hoog mogelijk aantal neer kan zetten. Dat is voor mezelf alleen maar goed om een lat neer te leggen van hey, dit heb ik dit seizoen gehaald en wat doe ik volgend seizoen. Wat doe je volgend seizoen? Ja, ik heb gewoon een 3-jarig contract hier. Je zegt het wel een beetje zo van, ja, ik wil misschien toch wel een stapje hoger maken dadelijk. Kijk, uiteindelijk wil je sowieso een stap maken. Of dat nu is, of dat volgend jaar is, of dat over 2 jaar is, maakt niet uit. Je wilt altijd wel een stap maken, je wilt altijd hoger op. Dus ja, voor mij zijn statistieken daarom heel erg belangrijk. Het is gewoon kijken wat er aan het einde van het seizoen gebeurt. We hadden het er net al over, hè? Je was vandaag op de brommer, zeiden we al, hoe hard loop je nou eigenlijk? Heb je dat wel eens gemeten? Op de training hebben ze wel eens 36,2. Nee, in de wedstrijd, sorry. Hebben ze 36,2 kilometer gemeten. Dat is hard. Ja, dat is aardig snel. Ja. Is aardig. Ze moeten wel splitsers gaan plaatsen, denk ik, als tegenstanders misschien. Misschien wel, ja. Gefeliciteerd, man. Dank je wel.